Ja. Ja, gelovend of niet, maar vandaag is het internationale veeëndag. Heb jij er wel eens een gezien? Een vee? In sprookjesboeken, ja. Misschien ben je er ooit wel eens een tegengekomen natuurlijk. Kan ook in het bos. Ik hou alles voor mogelijk. Maar hoe ziet zo'n vee er nou precies uit? Laten we vandaag eens een vee gaan tekenen. Doe je mee? Ja, internationale veeëndag. Maar wat is nou een vee? Is een vee iets anders dan een elf? Is het eigenlijk verschil tussen veeën en elfen? Nee, het is gewoon hetzelfde, alleen een andere naam ervoor. Dat heb ik namelijk gewoon opgezocht. Dat kan je gewoon opzoeken op internet. Maar hoe teken je nou een vee of een elf? Nou, een elf is een klein figuurtje of een groot figuur. En vaak met vleugels op zijn rug. Tenminste, zo zijn ze altijd afgebeeld. Dus ja, hoe doe je dat? Laten we eens gewoon een figuurtje tekenen. Zo. Oh ja, ze hebben ook vaak puntige oren. Laten we puntige oren dan tekenen. Zo. Ik teken nu gewoon een mannetje natuurlijk, of een jongetje. En we gaan dat jongetje. Natuurlijk vleugels geven, zo. En dan hebben we een elfje. Of een vee. Meestal worden ze afgebeeld als vrouwen. Mooie dames. Dat kan natuurlijk ook. Maar je hebt ze ook als pixies, of tenminste. Ja, een pixie, dat is ook een soort elfje. Zo. Een beetje puntige neus zo. Vaak een raar mutsje op. Zo. Nou, dan komen die oren zo uit. Vaak zijn het van die magere scharminkels, maar ze hebben wel hele aparte handen en vingers. Zo. Grote, lange vingers, lange handen. En hele lange spillebenen. Zo. Dit is een beetje, moet dan een beetje zo. Nou, een soort pixie dan. Alles tekenen. Nou schijnt het wel dat je moet uitkijken met de elfen. Ze zijn niet altijd even vredelievend, zeg maar, naar de mensen toe. Dus ja, je bent gewaarschuwd.
wat dat betreft. Nou, het zijn, vaak zien ze er heel knap uit. En ja, dat maakt het dus ook verleidelijk om zo'n elf te volgen. Ja, een vee heeft dan ook nog zo'n een toverstafje in de hand. Zo, laten we dat dan er maar gelijk bij tekenen. Ja, en dan die vleugels uit de rug. En dat kunnen dus ook vlindervleugels zijn, hè? Dus. Insectachtige vleugels. Een vlinder zou ook nog kunnen. Nou, probeer zelf ook eens een vee of een elf te tekenen. En dan zie ik morgen in de volgende video. Tot morgen.